Zo, de cilinderkoppen, nog steeds bezig. We gaan eens even kijken of we er een tap eentje uit kunnen halen. Dat is alles wel handig. Gebruik goed gereedschap. En een hamer. Moertje erop draaien zodat het schroefdraad niet beschadigt. Eens even kijken wat hij doet. Voilà, en dan komt hij wel. Zo, die komt los. En zo kun je ook een tapeindje er weer in draaien. Door twee moertjes erop te draaien. En dan aan elkaar vast te zetten, tegen elkaar aan te draaien. En dan draai hem de kop in en dan gaat het wel om te laten zien hoe beroerd het is. Hier zie ik al kantjes schuin gedraaid, dus dit moertje heb al flink op zijn kloten gehad, deze ook, en de boel is scheef, dus je kunt al wel zien dat deze tapend behoorlijk gemangeld is, dus die gooien we weg. Dan hebben we hier de cilinderkop, schroefdraad, schroefdraad, heel. Hier heb ik voor zandstralen nog een schroefje ingedraaid, dat het schroefdraad heel blijft. Gaan we even een compressortje opstarten. Zo. Open, luchtdruk erbij graag. Als je goed naar de cilinderkoppen kijkt, kun je altijd imperfectie tegenkomen, de scherpe randen, geen mooie passingen, geen mooie zittingen. Wil je nou je motorblok opvoeren, dan kun je dit, hier zit echt een rand in, maar die zit op de zittingen, dan moet je lang slijpen. Maar dan kun je dat aanpassen. Verwacht geen gigapower meer, maar je kunt het wel vernemen als je alles goed afwerkt. Die ruwe gieterhandjes eruit haalt, de boel een beetje rond maakt, dat de flow allemaal beter gaat. Grote maken heeft weinig zin, maar juist die oneffenheden, en bij een 650 hebben ze daar best aandacht aan besteed, dat is al een stuk beter dan bij de 500. En bij de eerste 500 modellen was dit echt heel lelijk. Hier kun je nog wat polijsten, maar dat betekent dat je met één cilinderkopje gewoon een dag bezig bent. En dat is niet de bedoeling. Fabrieksmatig is dit al beter dan dat het was. Want hij is mooi schoongemaakt en gezandstraald. En dan gaan we kijken. Een boormachine. Denk eraan, met een boormachine wil je het vaak te hard en te snel doen. Moet je niet willen. Je moet het voorzichtig aan doen. Rustig aan. Rustig aan doen, even kijken. Welke kleppen hebben we hier? 1, 2, 3, 4. Dan gaan we de klep 1, 2, 3, 4 doen. We gaan beginnen met klep 2. Nou, mijn fout met de keuze, maar het zij zo. A, C, B, 4. 1, 2, 3. D, oh, 3. Hier hebben we de D. Zo, klaar. Klepje nummer 2 gaat hierin.
Ik ga eerst even kijken of ik wat toonbaar kan maken voor jullie met slijpen. En dan gaan we ook eventjes. Ga je mee? Oh, dat is echt lekker slecht. Zo filmredacteurtje. Ja, ik heb iets nieuws. Dan moet ik ook nog weer even leren hoe ik daarmee om moet gaan. Zo, nou, kijk even mee. Gaan we eerst even kijken. Droge opstelling. Nou, de klep kan ik al stil drukken. Dat wil zeggen, als ik mijn vinger aan die kant op de klep druk, dan slipt hij al in de boorkop. Dat is een heel goed teken. Wat ik nou doe, doe ik normaal gesproken niet. Maar ik wil even kijken. Kijk. Hier kan je al op zien. Zwarte plekjes. Dat zijn de plekjes waar die op loopt. Het vet, het vuil. Ziet er op zich al heel erg interessant uit. Ben ik niet gek mee of ben ik niet zo... Kijk, hier kun je ook zien waar die nou op sluit. En dat is een klein randje. En hier zie je dat die daar meer sluit dan daarnaast. Dus we gaan hem inslijpen. Op zich al hele mooie passing. Maar zo kun je dingen zichtbaar maken. We hebben klippenpasta in twee soorten. Ik kies ervoor om hier ook gelijk een lichte, fijne soort te nemen. En denk eraan, je wil graag te hard en te snel. En te veel olie erbij werkt ook niet goed. Dat geeft niet een mooi slijtbeeld. Saai werk, hè? Wat ik doe is af en toe met mijn hand drukken en de boor heen en weer laten gaan. Nou denk ik dat het voor het filmpje al hele mooie zak kan laten zien. Je ziet al de rotzooi hier uitlopen, slijppasta. Je hoort hem al op een bepaalde manier sluiten. En dan gaan we kijken. Dan zie je rotzooi zitten. En hier zie je hem al mooi opkomen. Mooie gaal. Is niet schoon. Dan gaan we naar de zitting kijken. Was de klep nummer 2, zeiden we. En denk eraan, dan gaat hier een flinke partij remmenreiniger doorheen. En dit is gewoon niet te laten zien op de film. Er zit hier een bepaalde gloed op. Je staat de hele tijd te spuiten met remmenreiniger, want je wil... geen kleppenpasta in je motorblok hem. Ja, dat kan ik gewoon niet laten zien. Ik moet nog iets langer door. Ik zie hier een bepaalde gloed op zitten. Die voor mij tekenend is dat hij pakt. Nou, dan gaan we nog even rustig door. Tijd erover door. En als je denkt van, oh, ik ga het even sneller en harder doen. Nou, het resultaat wordt er niet beter. Daar gaat hij weer slijpen. Ik hoor hem opkomen. Ik laat steeds de boor de andere kant opdraaien. En ik sta gewoon met mijn vingers aan de achterkant te duwen.
Ja, saai werk, kan er niks anders doen. Een paar filmpjes terug hebben jullie kunnen zien dat ik een MT-16 Jepper cilinderkop deed. Daar zaten andere passingen in, of andere klepzittingen. Kijk, hier wordt hij nou egaal dof. Dit is wat ik wil zien. Ik zie dat hij egaal hier ook een sluiting maakt, een passing. Dan even kijken naar die kant. Dus goed tegen het licht aanhouden, kijken hoe of wat. En weer schoonmaken. En straks als je klaar bent, dat je denkt van dit wordt hem, dan monteer je hem helemaal in met vet. Daar heb ik een passing. Ja, mooi, sluitend. Ik begrijp dat dit voor jullie niet te zien is, maar ik zie hier gewoon een hele nette passing. Ik ga nog even wat doen wat ik normaal gesproken niet doe. Je hoort ook dat hij lekker sluit. Nou, hij blijft netjes dof. Dat vind ik geweldig zo. Netjes, mooi. Mooie rand hierop zitten. Nergens een hoekje uit of een pitting of weet ik veel. En daar kun je ook goed zien dat hij bijna egaal zijn slijtagebeeld maakt. Dit geloof ik wel. Dit zit wel goed. Goed schoonmaken. Ik zei al, je loopt met remmenreiniger te kloten. Klep ook goed schoonmaken. Mooi. De grootste fout die gemaakt wordt. Dat gaat zo komen. We hebben hier dus een goede passing op zitten. Klep nummer 2. Dat is die klep. Ga ik even spul pakken. Pak je klemmen. Daar. Klephoedjes. Zo. Ik heb het even enkelvoudig gepakt. Dit zijn de betere klephoedjes. De groene klephoedjes. Gaan we kijken. 2, dus deze, die. De grootste fout die gemaakt wordt is dat ze de klep of de klepveerzitting vergeten te monteren. En dan het klephoedje er al in hebben zitten. Ja, dan is een uitdaging. Een uitdaging. Want daar kun je niks meer mee. Dat klephoedje heb ik erop gedrukt. En die kun je er dus nou niet uitkrijgen. Want die gaat kapot. Ja, we hebben altijd mensen die zeggen dat ze het heel houden. En dat geloof ik ook. Maar als ik het doe, gaat het bij mij kapot. Ik kan een nieuw klephoedje monteren. Dus dat is over. En dan heb je een hoop geld weggegooid. Zo. Wat ik nu wel doe, is de klep rijkelijk invetten met olie. Even zien. Gewoon motorolie. Dat doe ik expres, dit. Dat gaat ook mooi. En dan had ik eigenlijk even meer spullen moeten pakken. Maar ik ga het er even bij pakken. Oh jongens. Slecht voorbereid videofilmpje. Kijk. Hoppa. Hopla. Even mijn handelsmerk erin gooien. En dan laten we zien hoe we hem plaatsen. Ik drink dat de camera even draai voor jullie. Eens even kijken.
Oh ja, dat lijkt me nergens op. Zo. Zo, ik kan nu even meekijken. Er ligt een staalplaatje onder, die moet je zomaar eens even onderweg halen, want dit staat niet stevig. Klepvoetje erin zetten. Hoppla, die zit. En nou het belangrijkste. Kijk even mee. Show maken. Hamer. Eén keer is genoeg. Maar ik val graag in herhaling. Even erop slaan. Dan ga je die haantjes goed zetten. Je kan ook eventueel daarop slaan. En als het fout zit, dan springt het om je oren. En zit het goed blijvend zitten. Die klep die wordt hier ook even flink erop getikt. En dat is met opstarten wel zo lekker. Kijk eens aan. En we moeten hem nog omvetten. Maar even een paar keer rechtop te steel slaan. En als je het niet vertrouwt, kun je met je vinger eronder voelen. Dan voel je hem zelfs bewegen. Blijft gewoon heel. Dan snap je ook wat voor krachten er in het motorblok komen. Want jij staat daar te klappen met je hamer. Nou, als jij 5, 6, 7, 8, 10.000 toeren draait, is de druk op de klep nog veel groter. En het gaat ook echt in milliseconden open en dicht. Dat gaat gigantisch tekeer. Dat wil je niet weten. Nou, dan ziet het eruit. Netjes, schoon. En dan gaan we aan klep nummer 1 beginnen. Nou, gaan we die doen. En aangezien dat het vrij saai is en de strekking duidelijk is van het filmpje, ga ik deze even uploaden. Nou, je ziet al, ik loop continu met doekjes te doen. Ik werk al op dit moment niet het mooiste schoon, want ik wil nog schoner werken, maar dat lukt even niet. Maar probeer wel zo schoon mogelijk te werken. En wat verse olie erbij te hebben met monteren. Dat is nu ook op bij mij, dus dat moet ik even bijvoegen. Top dat je kijkt. Tik hem even aan, like de video, hartstikke fijn, stuur een berichtje, geen probleem. Dank je, hoi.